Op een dag besluit kabeljauw dat hij op zoek gaat naar het nut van de wereld. Hij trekt de wijde wereld in, samen met zijn vriendinnetje Kristal, zijn goudviswolf in een plastic zakje en een rugzak vol gedroogde appeltjes. Onderweg komt hij dwaze en gekke figuren en dieren tegen die hem helpen of juist tegenwerken op zijn zoektocht. Door schade en grappige schande komt kabeljauw erachter wat het nut van de wereld is. Kabeljauw en het nut van de wereld is een geestig filosofisch sprookje dat op jong en oud indruk maakt.